Donderdag was de tweede dag van de coalitiebesprekingen in Tiel. De partijen GroenLinks, CDA en PvdA waren deze dag uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden, waaruit uiteindelijk door de grootste partij van Tiel, de PVDB, een nieuwe coalitie gesmeed moet worden. GroenLinks benadrukte nogmaals hun groene karakter. Inzetten op duurzaamheid en transparantie in besluitvorming. Wij hebben ook voor de verkiezingen gezegd dat wij in Tiel veel meer zouden moeten kunnen doen. We lopen nogal wat achter in het klimaat, duurzaam en duurzame energie. Dat is ons thema ook geweest. Maar we hebben ook aangegeven dat er ook andere thema's zijn wat we ontzettend belangrijk vinden. Het sociaal domein, leefbaarheid. Er zijn ook andere belangrijke dingen. We kunnen niet zeggen van nou we gaan alleen maar ons focussen op één thema. Maar we moeten als gemeentebestuur verantwoordelijkheid dragen om ook andere thema's parallel met elkaar mee te nemen. Constructief samenwerken, dat was eigenlijk het toverwoord. In het verleden is dat in Tiel. GroenLinks heeft samen met PvdA daar best wel in opgetrokken. Toch werd PvdA niet genoemd bij een te vormen eventuele nieuwe coalitie. Wij hebben in het verleden ook met Partij van de Arbeid in de coalitie gezeten. We hebben daar ook een hele goede samenwerking mee gehad. We hebben ook gekeken naar de verkiezingsuitslagen. Dat was ook de vraag. We hebben ook gezegd van nou, het liefst zouden wij willen werken met partijen die de kiezer gestemd heeft. Dus niet verliezende partijen. Dus dat was de eerste gedachte. Maar als je verder kijkt naar de partijprogramma's, wat er ook nodig is op dit moment in Tiel, vonden wij dat de D66 PvdB dichtst bij zat om de komende 4 jaar die punten op te pakken wat we zouden moeten oppakken. En voor ons, we hebben niks tegen Partij van de Arbeid. We zouden ook samen met Partij van de Arbeid kunnen gaan werken, hoor. Dat is, we sluiten niemand uit. Maar dat we dat als voorkeur nu hebben gekozen is geen plicht of een pre, we hebben dat genoemd, omdat de programma's zo dicht bij elkaar lagen. De tweede partij die was uitgenodigd was het CDA. Die partij vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op de aanstaande energietransitie, de ver- en nieuwbouw van de RSG Lingencollege en het aanpakken van de Waalkade. Door de verkiezingsnederlaag vindt men het echter ongepast om deel te gaan nemen aan een nieuw college. We hebben verloren in de verkiezingen, we zijn een zetel kwijtgeraakt. Kijk, als we hier met 3 zetels hadden kunnen blijven zitten, misschien nog een kleine winst, was natuurlijk prachtig geweest, hadden we hier anders aan tafel gezeten, maar ons past nu momenteel bescheidenheid. Maar dat betekent dus dat de zaken die jullie nu hebben meegegeven ook daadwerkelijk een boodschap is en niet meer dan dat? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is nu aan de partij van de burgers om te kijken wat het beste past. En we hebben ook gezegd van ja, als het noodzakelijk is en we moeten daar wat mee, dan zullen we ons met de fractie beraden of we daar ook daadwerkelijk invulling aan kunnen geven. Dus het is niet helemaal uitgesloten, maar ons past momenteel bescheidenheid. Dat is de boodschap. Zo'n raadsvoorstel hè, waarover gesproken wordt voor de komende 4 jaar, hoe zien jullie dat? Nou ja, dat is een uitgelezen kans om met elkaar een aantal punten waar we met elkaar als politieke partijen overeenstemming over hebben, hè, die in het verkiezingsprogramma staan, waarvan je zegt van nou, dat lijkt wel heel erg veel op elkaar, om met elkaar dat in een raadsagenda te gaan bespreken. En zo geef je ook de kleine partijen die immers ook een zetel hebben gewonnen, de kans om mee te gaan doen. Vinden wij heel belangrijk. De coalitie, zoals jullie hem voorgesteld hebben, hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben aangegeven dat als je de verkiezingsuitslag bekijkt, dan heb je Partij van de Burgers, forse winst, VVD, gelijk gebleven. D66 veel minder verloren dan wij. Dan is dat een logische keuze voor ons. Dat betekent ten opzichte van de huidige coalitie dat zowel PvdA en CDA dus niet mee gaan doen wat dat jullie betreft? Kunnen. Dat zou kunnen. Kijk, PvdA zou nog aan kunnen sluiten. Maar goed, daar gaan wij niet over. Dat is natuurlijk aan de PvdB. Die zijn nu aan zet. Kijk, wij leggen hier de kaart op tafel en het is aan hun om te kijken wat het beste past. En wat toekomst voor Tiel voor hun belangrijk zal zijn. De laatste partij die donderdag te gast was de PvdA. Voor hen is het belangrijk dat de sociaal zwakkeren in Tiel en zij die hulp nodig hebben in ieder geval op dezelfde manier ondersteund blijven zoals dat nu gebeurt. En daar waar het kan wordt verbeterd. Als meest voor de hand liggende coalitie zien zij een samenwerking tussen PvdB en VVD wel zitten. Kijk, als je naar de programma's van de grote winnaar de PvdB kijkt en helaas van de grote verliezer de PvdA. Wij zitten wel heel erg veel in hetzelfde vaarwater, in ieder geval het sociaal domein en dat soort dingen. Dus ik denk dat we daar absoluut elkaar de hand kunnen geven. Ben Brink, de huidige wethouder, zoals gezegd, had het nog even over de menselijke mate.
Ja, nou goed, dat is inderdaad een heel belangrijk punt voor ons. Dat je alles gewoon begrijpelijk, bereikbaar en dichtbij houdt. Want ja, daarvoor ben je volgens mij als gemeente aangesteld. Want anders ja, het gaat het maar naar de Rijksoverheid. Ik bedoel, een gemeente is lokaal en moet ook lokaal blijven.